En we zijn weer begonnen. Christian van het Hof, senior onderzoeker bij informatiesamenleving. Dus ja. Dat is heel breed. Bij het Rathenaar Instituut. Ja, daar zijn we nu. En mijn interesse zit natuurlijk ook vooral informatiesamenleving, maar ook wat is dan de rol van de overheid bij dat alles. Je hebt ook een aantal boeken hierover geschreven. Onder andere over jeugd en hoe die online zich actief zijn. Je hebt ook geschreven over Internet of Things en alle data die er, steeds meer data die er ontstaat. En jouw nieuwe boek gaat over, voorgeprogrammeerd heet dat, hoe internet ons leven leidt. Ja. Dus dat is meer van wat komt er ook op ons af van onderwerpen die invloed gaan hebben op de samenleving. En krijgt de overheid daar een rol in misschien om daar voor juist weer beveiliging voor consumenten te zorgen misschien. Ja, ja dat is wat we hier doen bij technologieën die zich snel ontwikkelen. Kijken, gaat dat wel goed? Ja. Waar gaat het mis? En wat is de rol van de overheid daarbij? Ja, nou... Mijn eerste interesse zat eigenlijk toch bij dat onderwerp van Internet of Things. Misschien kun je zelf een soort van samenvatting geven van wat is jouw beeld, Internet of Things, ja. En hoe gaat zich dat ontwikkelen? Ja, dat boek kwam eerst uit in 2009. Dat heette toen Check In, Check Out, de digitalisering van de openbare ruimte. Exact. 2010 kwam Check In, Check Out, de public spaces en Internet of Things. En as we speak wordt het ook in het Chinees vertaald. Want daar zagen ze ook, die Internet of Things is spannend, er wordt veel geïnvesteerd vanuit de overheid ook. Biedt kansen, empowerment, je kunt de weg vinden, je kunt toegang krijgen, je kunt de dingen beveiligen, je kunt alles controleren, overzichtelijk maken. En het biedt ook bedreigingen natuurlijk, dat mensen gevolgd worden of gedwongen op een manier dat ze niet willen. Nou, die balans, daar gaat het boek over. En als je het dan hebt over Internet of Things, hoe manifesteert zich dat? Nou, als je er puur technologisch naar kijkt, wat we zien is heel veel apparaten, smartcards, camera's, mobieltjes, sensoren, GPS-apparaten, die allemaal zeggen van ik ben hier. Dat is handig, dan weet je waar je bent. Je kan aantonen van ik mag hier zijn, of ik heb hier toegang, of ik heb betaald. Dat is de empowerment kant. Maar die apparaten zijn natuurlijk ook met netwerken verbonden die jou informatie geven, maar ook die informatie terug in het net sturen. Waarmee je dan weer gevolgd kan worden of juist gestuurd door anderen. En vooral dat we niet zien wie aan de andere kant kijkt, dat geeft mensen soms een ongemakkelijk gevoel. Ja. Heb je voorbeelden daarvan? Nou, er was bijvoorbeeld een tijdje geleden een rel over de TomTom. Dat de data zou ook door de politie gebruikt worden voor snelheidscontroles. Nou, dat was een hoop gedoe, want TomTom zit er niet op te wachten natuurlijk. En de automobilist denkt, potverdikke, word ik nou gevolgd door mijn TomTom? Nou, dat bleek achteraf toch wel mee te vallen. En dan kom je bij een kernbegrip uit dat boek, en dat heet Identity Management, oftewel identiteitsbeheer. En dat gaat erover van, je plakt overal nummertjes aan, wie mag via dat nummer kijken. Dus niet alleen degene die gevolgd wordt, maar ook degene die volgt, logt in en wordt geïdentificeerd en mag iets, mag wel niet. Bij het TomTom-systeem bleek dat het ging om geaggregeerde data. Je wordt niet als individu gevolgd. Het is gewoon een anoniem nummer wat over die weg heen en weer raast. Waar waarvan ze dus filevoorspellingen kunnen doen. Kunnen zeggen tegen andere automobilisten, daar gaan ze vertragen of daar is het heel druk. Daar komt waarschijnlijk een file aan, doe dat niet. Nou, en die data die is gewoon openbaar beschikbaar. Dat is geanonimiseerd en geaggregeerd. Dus bijvoorbeeld de Rijksdienst Wegverkeer gebruikt het ook om verkeersmanagement te doen. Om te zeggen van hier moeten wegen bij of gaan we het stoplichten, gaan we het een beetje bijsturen. En dus ook de politie die dacht van dan kunnen wij precies zien waar meestal te hard gereden wordt. En dan gaan we daar de camera's neerzetten. Dus dat was uiteindelijk het verhaal. Terwijl in eerste instantie was het een privacy discussie van de politie gaat met mijn TomTom zeggen u rijdt te hard. Dus zo kun je vanuit het begrip identity management dergelijke discussies wat beter onderbouwen van wie mag nou wel wie volgen onder welke voorwaarden. En er zit ook een regel al in, als het ware, dat voor dienstverlening kun je dus specifiek kijken naar individuele gegevens, zodat je die persoon individueel kan verder helpen. Maar op het moment dat je, zullen we zeggen, de andere dingen mee wil gaan doen, dan moet het geanonimiseerd worden en dan krijg je geaggregeerde gegevens waar je dan onderzoek mee kan doen. Die scheiding. Nou, sterker nog, het werkt ook omgekeerd. Dus zodra je data al bij voorbaat anonimiseert, kun je er veel meer mee.
Ja, dan heb je dus niet te maken met wetbescherming persoonsgegevens. Je hoeft mensen ook niet voor te lichten van wij verzamelen jouw data. Dat hoeft allemaal niet meer. Je hebt gewoon één database met allemaal, zal ik maar zeggen, bewegende puntjes over een landkaart. En ieder puntje staat voor een auto of voor een mens of een wat dan ook. En dat kun je openstellen. En dan kun je dan vervolgens ondernemers daar van alles mee laten doen. En dat hebben ze op het wegverkeer dat heel slim gedaan. Dus die Rijksdienst Wegverkeer is eigenlijk een soort clearinghouse geworden van al dat soort bewegende puntjes. En ja, bedenk maar een dienst die je daarop kan bouwen. Dus dat is een voorbeeld waarbij de eerste paniek was van, oh, het gaat helemaal mis. Maar uiteindelijk bleek het om iets goeds te gaan. Dan een tegenvoorbeeld uit het boek waarbij men eerst dacht van, nou, dat is hartstikke mooi. Wat het helemaal mis dreigde te gaan. En dat was de affaire met de paspoorten. En zoals jullie weten hebben we allemaal een paspoort met een RFID-chip daarin. Op die chip staat een gelaatsscan, niet een foto, maar een gelaatsscan, 24 unieke punten van je gezicht. En een vingerafdruk om te identificeren dat jij ook echt David van Berlo bent die dat paspoort heeft. Dus dan kun je checken van u bent ook echt wie u beweert te zijn. Hartstikke mooi, er is niks mis mee. Vervolgens dacht men, als we dat nou centraal gaan opslaan, al die biometrische gegevens, dan hebben we één database met alle identificerende gegevens van alle Nederlanders. Dus wordt hier bijvoorbeeld een moord gepleegd, dan kunnen wij de kopjes pakken of de camerabeelden pakken. En dan halen we dat door die database en dan zien we, ah, daar zitten meneer van het Hof en meneer van Berlo, die zitten daar. Dus één van beiden zal wel de dader zijn. Nou ja, nou leven we in een land waarin de meeste mensen dat wel oké vinden. De veiligheid boven alles. Maar wat blijkt nou, zo'n systeem zou als het gebouwd zou worden, gelukkig is het teruggeblazen, dan zou je dus juist minder veiligheid krijgen. Nou, hoe zit dat? Je slaat al die gegevens op één centrale database. Nou, zoals we inmiddels weten, alle databases zijn te hacken. Nou ja, wat krijg je dan? Die data ligt op straat. Dus de identificerende gegevens, de unieke biometrische gegevens van alle Nederlanders, ligt op straat dan. Ja, dan hebben ze eigenlijk een soort land gehackt. Want dan kunnen al die volwassenen kunnen niet meer aantonen van ik ben ook werkelijk wie ik zeg dat ik ben. Dus dat is een databeveiligingsargument daartegen. En daardoor is het ook afgeblazen door uiteindelijk de VVD. En dat is politiek dan ook heel interessant. Dat dan een centrum-linkse regering dan zo'n privacy-beperkende maatregel doorvoert. De paspoortwet 2009 door Guusje de Horst door de Kamer geloofd. En uiteindelijk Janine Heijns-Plasger van de VVD, die wees op dit gevaar van die data, die gaat gehackt worden. Ja. Dat is gewoon niet vertrouwend zijn van de defensiebedrijf die dat verzamelt. Dus er zitten twee aspecten in. In eerste punt is extra functies eigenlijk, extra dingen gaan doen met diezelfde data. Ja. Dat is eigenlijk function creep, heet dat geloof ik? Ja, function creep. Ja. Dat zat hij gewoon ingebakken, dat schreeuwde om een function creep. Ja, exact. Dus dat is eigenlijk aandachtspunt twee wat we nu hebben. En derde is dus eigenlijk wat je zegt dat uiteindelijk hoe meer je centraliseert, hoe kwetsbaarder het systeem wordt. Nou, dat is niet zo'n rechte wetmatigheid. Je hebt wel, zodra je meer centraliseert, wordt die database gewoon veel interessanter om te hacken. Qua beveiliging kun je wel de beveiliging centraal doen. Want als je nu allemaal decentraal doet, dan moeten alle gemeentes moeten hetzelfde veiligheidsniveau hebben. Dus dan heb je een groter risico dat die decentrale databases gehackt worden. Maar als het gehackt wordt, is het er maar één. Mm-hmm. Dus het is niet het een of het ander is beter. Want er zat nog iets kwalijks aan die function creep bij de biometrische data. Want wat bleek nou, een dergelijk systeem van identificatie werkt heel goed bij één-op-één identificatie. Dus we zeggen van, dit is het paspoort en dit is de meneer die zegt dat hij David van Berlo is. En we houden ze naast elkaar en dan kunnen we zeggen, nou, 99,9% zeker dat hij het ook werkelijk is. Zo is het systeem gemaakt. Heb ik daarentegen jouw gelaatsscan en vingerafdruk en ik haal het door een database met nog 14 miljoen mensen daarin, dan is de kans dat iemand anders als David van Berlo wordt aangewezen of een andere dader die jij niet bent, maar als jou wordt aangewezen, is vele malen groter. Dus je krijgt allerlei zogenaamde vals positieven. Dus dan staat ineens de politie voor de deur en die zegt, ja meneer, volgens de vingerafdrukken-database was u gisteren daar waar die moord gepleegd werd. Dan hebben we dus omgekeerde bewijslast. Dan moet jij dus aantonen dat jij dat niet was. Terwijl het systeem aantoont dat jij dat wel was. Terwijl het feitelijk niet zo was. Nou, dat soort gevaren, dat ging pas langzaam maar zeker doordringen tot de Kamerleden. Dat ze dachten van, ja, misschien moeten we dat maar niet doen. Dus het was er bijna. Nou ja, en daar komt natuurlijk nog bij of het ethisch wel verantwoord is. Dat je de biometrie van je hele bevolking gaat opslaan.
We hebben bijvoorbeeld veel lezingen gehouden hierover in het buitenland. Als ik in landen als China of Korea kwam, waar ze toch niet echt om privacy geven, dan zeiden ze, nou, mensen zijn gek, die Nederlanders. De vingerafdrukken van de hele bevolking, dat doe je alleen met criminelen, toch? Dus zo wordt dan weer tegen ons aangekeken door dat soort landen. Dus internationaal zijn we er ook wel een beetje in doorgeslagen misschien. Dat, ja, ja. Ja. Maar als je... dus er komen een aantal regels langzamerhand uit in hoe je in dit soort gevallen omgaat en hoe je dit soort dingen organiseert. Ja. Nou, het wordt meer case for case bekeken. Kijk, die paspoorten, het is een uniek systeem. Met de huidige wetgeving is het moeilijk daarbij te zeggen hoe het moet. Dus gaandeweg is dan maar gekeken, zullen we het zo doen, zullen we het zo doen. Maar leren we hier eens van? Voor volgende casus, wel, ja. Waar we iets willen gaan doen met grote bestanden. En nou, je ziet wel zaken die daarbij meer terughoudendheid inderdaad bij de overheid. Het techno-optimisme van als we alle data maar in één grote databank zetten, dan hebben we altijd meer. Dat is wel een beetje weggegaan. Er komt nu meer drang tot toetsing vooraf. Moeten we dit wel willen? Waar kan het fout gaan? En je ziet natuurlijk ook de CIO's bij de overheid nu komen, die bij de uitvoeringstrajecten gaan toetsen van loopt dat allemaal wel? Het techno-optimisme is een beetje aan het afkalven. We hebben natuurlijk een aantal cases gehad op dat gebied. Hè, elektronisch patiëntendossier, over chipkaart, elektronisch kinddossier. Een aantal van dat soort gevallen geweest, waardoor er nu meer bewustzijn is van ja, alles opslaan betekent soms ook juist meer gevaar. Ja. Maar wat is dan het alternatief? Hè? Want je ziet natuurlijk rondom EPD dat daar wel een behoefte is om die informatie uit te wisselen, dat er nu allerlei andere dingen aan het ontstaan zijn. Ja. Half overheid, half commercieel, half ziekenhuizen. Nou, ja. Een derde wordt het dan, maar in ieder geval. Beetje vage constructie. Wat is een logische volgende stap? Hoe moet je het dan wel organiseren? Nou ja, we leren gewoon gaandeweg. We gaan wel steeds realistischer in dat soort dingen staan. En dat IT-projecten altijd duurder worden dan we in het begin dachten. Dat weten we inmiddels ook. Dus waarschijnlijk wordt er bij de begrotingen dan niet ook rekening mee gehouden met de planning. Van ja, het zal toch allemaal wel wat duurder worden en wat langer gaan duren. Hè? Ja, maar ik bedoel hoe we inderdaad met die gegevens omgaan. Hoe je dat verbindt en hoe je dan toch die dienstverlening kan hebben. Neem EPD, dus toch ervoor kan zorgen dat op het moment dat je ergens terechtkomt, dat de juiste informatie over jou beschikbaar is. Ja. Voor die partij, zonder dat je tegen risico's aanloopt die je net allemaal zo mooi opzonde. Ja. Nou, een van de dingen, daar is ook weer de sleutel identiteitsbeheer. En neem bijvoorbeeld het SIOT, waar je dus de gegevens op kunt vragen, wie met wie gebeld heeft, wie met wie heeft geïnternet. Dan kun je denken van er is één database waarin staat dat iedereen wie met wie heeft gebeld en dat soort dingen. Waar iedereen maar in gaat lopen neuzen. Hè? Dat agent die of ambtenaar die zomaar gaat zitten kijken dat jij hier bent of zo. Dat wil je niet natuurlijk. Maar je wil wel die data opslaan dat als er echt wat is, dat dan iemand die daartoe gemachtigd is kan kijken. Nou, dan zie je de andere kant van identiteitsbeheer. De ene kant is jij krijgt een nummer en bent te volgen. De andere kant van de identiteitsbeheer is degene die kijkt, dus die inlogt in het systeem, krijgt ook een nummer. En er zit een protocol achter dat die agent heeft die bevoegdheden en die mag dat zien. Die ambtenaar heeft die bevoegdheden niet, maar heeft andere bevoegdheden en die krijgt weer dat te zien. En daar moet je de schakels tussen zetten. Dus wat zo'n SIOT momenteel vooral doet, die krijgt continu aanvragen binnen van de politie. En daar is wie wat mag zien, is al helemaal in het identiteitsbeheersysteem voorgeprogrammeerd. Dat jij dat wel te zien krijgt en dat niet. Sterker nog, je moet invullen op welke rechtsgrond jij toegang zou hebben tot die informatie. Dat moet je eigenlijk bij je aanvraag moet je dat aanvinken, anders krijg je het gewoon niet. En op basis daarvan krijg je bepaalde gegevens wel te zien en andere gegevens niet. Dus het idee wat langzaam maar zeker dreigt te ontstaan van iedereen wordt maar door iedereen gevolgd, dat kan met dergelijke systemen, kan het dus tegen... Dus dat is een procedureel verhaal eigenlijk om zo'n centrale database heen. Maar het is een centrale database met alle risico's van dien, of? Nee. Dus dat je en veiligheid en privacy hebt. Dus je hebt een soort gelaagd toegangsbeleid dat je niet zomaar overal in kan. Ja. Okay. Dus ook niet kan hacken? Nou, hacken kun je altijd natuurlijk. Ja. Het is maar net hoeveel tijd en energie erin steekt natuurlijk. Maar uiteindelijk wordt het sowieso een systeem met meerdere...
verschillende dataverzamelingen. Rondom EPD is natuurlijk een ander verhaal dan in de sociale sfeer of een kinddossier of wat dan ook. Terwijl op een gegeven moment daar wel een situatie kunnen zijn dat je dingen met elkaar wil verbinden. Dat kan ik me voorstellen. Ja, en ook daar kun je dus identiteitsbeheerschema's tussen zetten. Kijk, vroeger hing alles onder het burgerservice nummer. Dus maar je hebt één nummer, dan kan iedereen overal mee geïdentificeerd worden. Maar ja, gaat daar iets mis, kom er maar eens vanaf. Dat nummer blijft je hele leven hetzelfde. En al die systemen zijn gekoppeld en je fouten krijgen er niet uit. Ja, daar moet je dus nummers tussen gaan zetten. Ja, dus het hele e-overheid rapport van WRR natuurlijk erover. Ja, ja, inderdaad. Dus dat is een andere regeling inderdaad. Daar weer sleutels tussen zetten. Dat niet één nummer voor alles gebruikt wordt. Ja. Zoals je nu vertelt klinkt het een beetje alsof jij de hele architectuur voor de e-overheid al in je hoofd hebt zitten. Nou, ik geef vaak lezingen hierover en dan zitten er ook techneuten in de zaal. En die komen dan gauw naar voren om uit te leggen hoe hun systeem dan werkt en dat het bij hun wel goed is geregeld. En dan hoor je dat soort dingen. Ja. En ik denk van vanuit zo'n abstract principe van identiteitsbeheer, uh-huh, krijg je dus in de praktijk allerlei beheersprocessen die ook zo werken. Uh-huh. We kunnen het wel. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, in principe is het mogelijk om dus die meters te blijven maken dat je en een digitaliseringsslag maakt, daar voordelen uit haalt, et cetera. Ja. Maar dat je ook garanties biedt op basis van privacy en beveiliging en ethische randvoorwaarden. Ja, dus met een goed identiteitsmanagement systeem heb je en veiligheid en privacy. Okay. Volgens een principe wat je kunt toepassen op automatische nummerplaatherkenning. Vroeger zouden ze zeggen van al die nummerplaten, dat is een mooi uniek nummer, stoppen in één database en dan krijgen de agenten die daarin willen kijken, krijgen een pasje of zo. Nou, log je in en dan zie je, daar fiets met de auto naar de Laan van Nieuws-Indië gereden. En zo zou het vroeger zijn gegaan. Dan komen we lopen, maar oké. Okay. Ja, maar bijvoorbeeld of met je telefoon of zo. Maar laten we even bij de nummerborden blijven. Daar worden nu lagen tussen gezet, dus dat niet het exacte nummerbord daar staat, maar de een of ander nummer wat er aangegeven wordt. En de sleutel tussen dat nummer en het nummerbord ligt er op een derde plaats. Waarmee dus de agent niet in die hele database gaat zitten kijken. Maar die zegt van nou, we hebben hier een auto die reed met 220 km per uur door de stad. Nou, dat is zo'n zwaar vergrijp dat ik bevoegd ben om diegene zijn anonimiteit te herroepen. Of zijn privacy te herroepen. Vandaar dat het ook het revocable privacy principe heet. Mm-hmm. En dan zegt die derde partij die sleutel heeft, oké, agent, dan krijgt u de nummerplaat van degene die achter dat nummer zit. En zo kun je dus beide kanten bewaken, zowel veiligheid als privacy. Mm-hmm. Maar goed, het veiligheid en privacy debat, dat is altijd weer, ik kom dan met dit soort voorbeelden. Ja, ja. De mooie kant is natuurlijk, als we al die data hebben, kunnen we er ook heel veel leuke dingen mee doen natuurlijk. En dan kom je terug bij die anonimiseringsslag, wat ik net bedoelde. Waar je eigenlijk naartoe wil, is een soort levende landkaart van Nederland, waar de data geaggregeerd en geanonimiseerd live te zien is. Dus dat je ziet van er lopen zoveel mobieltjes. Of er rijden zoveel auto's nu op die plek. Er staan zoveel camera's. Al dat soort data, dat wordt steeds meer gestandaardiseerd op een format dat op die kaart gezet kan worden. Daar kan de overheid van alles mee. Noem maar wat, er is een groot festival en je kunt een soort crowd control doen van hey, daar wordt het druk. Dat kan voor de veiligheid, maar dat kan ook voor ondernemers interessant zijn. Dan zet ik daar mijn patatkraam neer, want daar komen al die mensen nu op af. Stel die data open, want we hebben veel kleine, jonge ondernemers die iets met IT willen doen. Graag hun diensten aanbieden. Die kunnen die data ook weer gebruiken om te kijken van waar is het druk. Of je kunt ook met profielen gaan werken. Er zijn ook gemeentes die pilots doen met een bepaald systeem waar je inlogt en allerlei gedragingen worden gevolgd. Niet op jouw naam, maar op een nickname. En je hebt een bepaald profiel. En op basis daarvan kun je kortingen krijgen. Of bepaalde dienstverlening. Of andere mensen ontmoeten die dezelfde interesses hebben. Zo. Dat soort systemen komen er nu aan. We noemen in ons boek noemen we dat de levende landkaart. En daar zie je steeds meer toepassingen. We komen langzamerhand op het terrein van je nieuwe boek. Het nieuwe boek is eigenlijk een spiegel van het vorige boek. Het vorige boek, Check In, Check Out, dat ging over wie mag wat zien. Uh-huh. Dit boek gaat over, wat krijg je nou eigenlijk te zien? Het voorgeprogrammeerd is een heel andere insteek dan de privacy insteek. Dat is ook de andere kant volgens mij van wat je net zegt. Dat op het moment dat je weet waar mensen naartoe gaan en je hebt die profielen dan wel geanonimiseerd, maar toch, het zijn profielen. Dat je dan vervolgens inderdaad kan zeggen van, oh wacht, dan
gaan we wat dan doen met die mensen? Ja, 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 inderdaad. Ja. Dat is het nieuwe boek. Ja, ja, ja. En zou ik daar niet over wat over vertellen? Of had je over check-in, check-out nog? Nou, wat... Nou, ik zat nog een beetje met... Want je zegt van eigenlijk, dit soort systemen gaan nu ontstaan. Hè? Ik probeer ook een beetje te kijken van... Oké, okay, waar zijn we nou zeg over 5 jaar? En we hadden net ook over... Nou ja, dat je bijna alsof een informatiearchitectuur hebt... voor die hele informatiewereld van de overheid. Is dat hoe de ontwikkeling nu is? Dat je kan zeggen van nou, over 5 jaar dan hebben we dat helemaal zo geregeld. En dan... zoals ik dat nu schets en hebben al deze dingen nu geleerd en dan over 5 jaar ziet het er zo uit? Of denk je van nou... Nee, het kan een aantal kanten opgaan. Leuk ideaal, maar... Als ik weer terugkom bij het begrip identiteitsbeheer, wordt een belangrijke vraag voor de komende 5 jaar, wie gaat jouw identiteit beheren? Okay, je hebt nu bijvoorbeeld partijen als Facebook en Google, die gaan steeds meer diensten onder 1 inlognaam verbinden. Dat is makkelijk voor jou als klant, je logt gewoon in met je Facebook of Google account. En of dat nou filmpjes zijn, contacten of betalingen of wat dan ook. Google of Facebook zeggen, jij bent ook wie je zegt wie je bent. Het is makkelijk, je hoeft maar 1 naam te onthouden en zij doen de rest. Maar ja, dan leg je dus je hele ziel en zaligheid in de handen van een groot Amerikaans bedrijf, wat je niet eens kan bellen, om het even zo simpel te zeggen. Welke rol gaat die overheid daar spelen? DigiD leent zich niet voor inlog op je Facebook-account. Dat zijn toch heel andere soortige systemen. Maar DigiD gebruik je wel bij identificering van overheidsdiensten. Het wordt ook wel gebruikt voor bedrijven onderling om je te identificeren als ZZP'er bijvoorbeeld. Hoe gaat de overheid die inlogcodes, die digitale identiteit waarmee je op het internet begeeft, verder uitbouwen tot andere diensten? Mm-hmm. Ja, ik mag toch hopen dat het niet helemaal bij Google of Facebook komt te liggen, maar dat de overheid ook een belangrijke rol gaat krijgen. Dus ja... Gewoon een oproep eigenlijk om te zeggen van nou, als het gaat om wie neemt nou die rol van beheerder van de identiteit, eigenlijk de sleutel tot dat digitale kluisje waarmee die verbindingen allemaal worden gelegd, ja. Dat de overheid dat moet doen. Nou, dat vraag ik me af of de overheid dat wil, of de overheid dat kan en of de burger erop zit te wachten. Maar in ieder geval wel dat proces nauwlettend volgen van wie wordt nou in Nederland de identiteitsbeheerder. Ja, nu dreigen Facebook en Google dat te worden, of Apple in zekere zin. Hoe zorg je ervoor dat die burger beschermd wordt tegen dingen die misgaan. Je hebt bijvoorbeeld lock-in effecten. Dat simpel voorbeeldje te geven. Spotify kun je alleen nog maar krijgen als je met een Facebook-account inlogt. Anders kun je van die dienst geen gebruik maken. Nou, zo gaan ze steeds meer diensten eronder hangen. Wil je op een gegeven moment van je Facebook-account af, omdat je denkt van ja, zo lopen rotzooi ermee. Dan kan dat eigenlijk niet, want al die diensten zijn met elkaar verbonden. Kan de overheid dan met regelgeving zeggen van nee, dit is een zo'n zware lock-in effect. Mm-hmm. Je kan dan misschien vanuit de mededingingswet of zo enige dingen roepen. Om die consument in ieder geval nog keuze te geven. Ja. En dat gaat dan eigenlijk voor allerlei commerciële diensten. En ja. Je krijgt eigenlijk daarnaast heb je nog de overheidskant, à la de EPD's en dat soort zaken waarbij je natuurlijk weer een andere wereld hebt. Ik zie niet zo snel een verzekersmaatschappij eigenlijk dat doen. Nee. Bijvoorbeeld, hè, want zeker in maatschappij heeft wel die link met allerlei overheidsdata, met de EPD's Die zitten op heel veel plekken ertussen. Maar goed, die zie ik nog niet zo snel naar een Facebook gaan voor je inlog. Alhoewel. Nou ja, als je zegt wat gebeurt er over 5 jaar, dat zou eigenlijk niet eens zo gek zijn. Nee. Wie weet. Ja. Dus die kant kan het ook nog opgaan. Ja. Je ziet ook een rol voor gemeentes. Laatst, samen met de ECP, heb je een aantal gemeentes gesproken die ook bezig zijn met die levende landkaart. Die zijn ook met identiteitsbeheersystemen bezig van je hebt een inlogaccount dat je met je mobieltje kun je route plannen. En als je bepaalde spitsen mijt, krijg je korting van ons. Van bedrijven krijg je allerlei aanbiedingen, al dat soort dingen. Je kunt punten sparen met vermoeden. En die kwamen dus met een identiteitsmanagement systeem gebaseerd op echte namen. En burgerservice nummers en dat soort dingen. Nou, toen wij meteen zeiden, ja, doe dat niet. Weet je wel, dan is alles aan je echte identiteit verbonden. En is dat systeem zodanig dat je denkt van ik wil dit niet meer, ik wil er vanaf. Hmm. Dan blijft dat het einde der tijden daar op de een of andere manier mee verbonden. Werk met pseudoniemen. Ik hoor toch alle voorbeelden die je noemt. Als ik probeer, je schetst enerzijds van een ideale wereld. We hebben eigenlijk al die lessen nu geleerd. Hmm. Over hoe je dit moet inrichten.
En als ik dan vraag van nou, hoe ziet de wereld over 5 jaar uit, dan zeg je enerzijds van nou, waarschijnlijk zijn we helemaal door de commercie overgenomen. Ja. Ofwel, ja, we blijven een beetje voortploeteren en kom je met nieuwe voorbeelden van organisaties die nog niet die lessen hebben. Ik kan twee scenario's schetsen over 5 jaar of 10 jaar. Eén is een single sign-on. Je hebt gewoon één identiteit waarmee je met je mobieltje of je pc of wat dan ook overal inlogt. En alles wordt daaronder gehangen. Het is allemaal goed voor je geregeld. Het is allemaal ook voorspelbaar. Helemaal op jouw profiel geënt. En je kan andere mensen laten zien van ik ben dit. Alleen je komt er nooit meer uit. Dat is één scenario. Mm-hmm. Ander scenario. En dat is een commercieel of een overheids? Dat laat ik nog even in het midden. Of dat overheid of ik denk bedrijven. Maar een tweede scenario is dat je als burger steeds meer met deelidentiteiten gaat werken. Dus dat je zegt van nou, dit is voor al mijn commerciële doeleinden heb ik dat login account. Voor alle medische dingen heb ik die login. Voor alle zakelijke dingen heb ik die login. En ik heb ook nog een soort hobby-identiteit of zo. En dat je dat heel goed gescheiden weet te houden. Of binnen die domeinen dat je 2 zakelijke identiteiten beheert. En als het eentje verkloot, zal ik zeggen, dat je die kan wissen en dat je dan die andere nog kunt gebruiken. Maar dan vraag je nogal wat van die burger. Om dat ook bewust te gaan doen. Dus daar zou ik misschien nog een derde scenario aan willen toevoegen. Dat er een soort bemiddelaar tussenkomt. Een identiteitsmanager, zo men wil. Ja. Een bedrijf met goede technische kennis van zaken. Die verder geen andere dienst verleent dan identiteitsbeheer. Dus dat is 1 poppetje ertussen. Waarmee je op 1 manier inlogt. David196.nl of zo, ik noem maar wat. En die zegt dan, dit linken we door naar... je sociale kring is Google Plus en Facebook en dat. Die krijgen een heel ander nummer van ons dan David149. Je medische dossier, die krijgen ook bepaalde identificerende gegevens, bepaalde eigenschappen van jou te zien, maar dat niet. En als een van die partijen het verklooit, dan kunnen wij dat weer wissen en dan zetten we een ander systeem op. Dus dat is een soort gat in de markt wat nu aan het ontstaan is. Een soort super identiteitsprovider. Mm-hmm. En er zijn ook bedrijven die erop inspelen. Ja, er zijn nu bedrijven die erop inspelen. Ja. Het lastige daarbij is wel dat je moet dan als bedrijf een bepaalde geloofwaardigheid hebben en technische kennis. Die zit bij de grote bedrijven nu. Mm-hmm. Maar die hebben al een belang om iets te doen met jouw data. Dus een ander aspect is, waar verdien je dan je geld mee? Want het zou een soort abonnement moeten worden. Want Facebook verdient juist geld omdat ze gaan handelen met jouw data. Ja, dus op het moment dat je dus die handel weghaalt en zegt van nee, deze moeten we alleen maar, dan moet je ervoor gaan betalen. Ja. Dus dan en dat doen mensen wordt een betaald niet. Dienst. Ja, ja. Dus waarschijnlijk wordt het scenario 1. Ik hoop scenario 3, maar misschien nog scenario 2. Dat zullen we zien in de komende 5 jaar. Ja, ja. Ja, maar ik hoor jou niet zeker van nou. De overheid gaat het invullen. Waarschijnlijk wordt het... of ze het kan. Het zou zo mooi zijn. Hè? Dat we dan in Nederland ook op een democratische manier kunnen zeggen van nou, zo ga je om met persoonsgegevens. Zo doen wij dat op een Nederlandse manier of desnoods Europese manier. En we gaan het allemaal met z'n allen voor elkaar krijgen. Ja. Dus de overheid heeft natuurlijk ook niet echt een reputatie dat ze heel goed zijn met IT-systemen. Als je de krant openslaat en het gaat mis. Ze hebben toch vaak systemen waar de overheid bij betrokken is. Dus het vertrouwen bij de burger is denk ik ook niet zo ontzettend. Wat dat betreft. En ja, bedrijven zoals Google, die doen dat ook wel gewoon echt rete slim. Hm. En voor niks. Ja. Dus ik denk dat het toch die kant op gaat. Dus dan zit de rol van de overheid zit op. Ja, ervoor zorgen dat het kanaliseren eigenlijk van dit soort ontwikkelingen. Ja. Ja. Goed in de gaten houden. Ingrijpen als nodig is als er burgers of consumenten in gedrang komen. Ja. Nou, wat bijvoorbeeld een heel interessante ontwikkeling is op dat gebied, is dat vooralsnog gelden de data, hoe noemen we dat, wetbeschermingspersoonsgegevens, of hoe dat internationaal heet, zodat het regime wordt gehandhaafd waar de data staan. Nou, in de regel is dat Amerika. Ja. Dus als die op de servers van Twitter, Facebook, Google, weet ik het wat, willen gaan zitten neuzen, omdat jij misschien een terrorist bent, dan kan dat, want de data staat daar. Nou, vanuit Europa wordt nu iets voorbereid wat in 2013 hopelijk reëel wordt. Dat niet daar waar de data staat, maar daar waar de data verzameld wordt, het regime geldt. Dus dan ben jij dus als Nederlandse gebruiker van de Amerikaanse dienst, val je onder de Europese wetgeving. Dat is wel een voorbeeld van hoe we eigenlijk die kanaliserende rol aan het invullen zijn. Ja. Oké. Nou, volgens mij is dat helder. Dus dat over check-in, check-out. Zou ik er iets vertellen over voorgeprogrammeerd?
Of is de tijd op? Nee, het half uur om. Oh, oké, okay. Nee, ja. Prima. En voor mij zat dat ook wel in. Ja, nee, oké, okay, dat dus, een beetje. Maar inderdaad... En anders dan zet ik gewoon een linkje erbij. Dan moet je het boek maar... Ja. Nee, met dit boek zitten we ook wel een beetje te zoeken van wat kunnen we nou nog naar de overheid toe adviseren. Ja. Ik voel een tweede gesprek aankomen. Ja. Ja. Maar stop nu in ieder geval op stop. Ja. Ik zet nu, druk nu op. Nee, dat check in, check uit. Dat is veel meer echt een advies aan de overheid. Ja. En dit is meer een boek voor mensen die zelf willen weten van wat gebeurt er nou met mij als ik op het internet zit. Ja. Hoe word ik nou getunneld in allerlei keuzes? Ja. Nou ja, de presentatie gezien. Ja. En ja, dat de overheid er verder mee doen. Ik denk, blijf er maar gewoon met je vingers vanaf. Kom wel goed.